De maatschappij verandert en snel ook. Ja, innovaties die vliegen je om de oren. Dus ook banen veranderen of verdwijnen. En er worden andere eisen gesteld aan medewerkers. Of je nu wilt of niet, de trein rijdt en we moeten mee. Fontys Hogescholen die kijkt vast vooruit. Ze gaan opleiden op basis van vaardigheden en niet meer specifiek alleen voor een beroep. Ja, Nienke, jullie noemen dat Tech for Society, Technology, Entrepreneurship en Creativity. Zijn dat nou de ingrediënten die de toekomstige medewerker eigenlijk moet hebben? Absoluut. Het zijn eigenlijk de ingrediënten die je nodig hebt voor innovatie. En dan technologie vanwege de kennis. Entrepreneurship, omdat je daar op een andere manier mee omgaat. Veel meer vanuit experimenten. En creativity, omdat het ook vaak over disciplines heen gaat. En niet meer die ene discipline waar je voor wordt opgeleid. Ja, maar nou is daar de focus op gelegd. Hoe ga je dit dan integreren in je schoolsysteem? Nou, het gaat eigenlijk dat deze tech skills zijn altijd in relatie tot maatschappelijke problemen. Dus daarom is het Tech for Society. Dus bijvoorbeeld, hoe gaan we om met energieproblemen of met milieu of met zorg of met onderwijs, arbeidsmarkt. En eigenlijk waar het om gaat is dat altijd iedere beroep heeft hier behoefte aan. Ja, maar noem eens een concreet voorbeeld dan van waar het echt nu op misgaat. Van die opleiding bieden we aan, maar dat is geen goede aansluiting naar het werkveld. Wat je ziet, bijvoorbeeld een opleiding als verpleegkunde. Daarvan weet je nu al dat iedere verpleegkundige over een paar jaar met een zorgrobot aan een bed staat. Dus betekent dat in die opleiding nu al een hele grote dosis robotica zit. Zodat je daarmee kan omgaan en uiteindelijk meer aandacht hebt voor de patiënten. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld. Dit is een foto van afgelopen maandag. De Brainport Talent and Skills, het akkoord, is gesloten. 200 bestuurders doen eraan mee. Wat is nou de hoofdmoot van de afspraak die gemaakt is? Eigenlijk twee dingen. Het ene is dat er meer dan 200 bestuurders hiervoor getekend hebben uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Uh-huh. En ze hebben er persoonlijk voor getekend. En dat maakt het bijzonder, want er zijn zoveel akkoorden. Maar hier gaan mensen zich persoonlijk voor inzetten om ervoor te zorgen dat de regio, dat alle bedrijven eigenlijk worden opgeleid om toekomstbestendig te blijven. Dus te zorgen dat ze innovatief zijn en mee kunnen gaan met datgene wat eigenlijk onze arbeidsmarkt, onze samenleving vraagt. Oké, maar dat is nog vrij abstract. Is daar nog iets keihards uitgekomen? Heel concreet. We gaan met alle onderwijsinstellingen zorgen dat we onze aantal technisch en IT gediplomeerden gaan verdubbelen in de komende jaren. Dat is een enorme opgave. We gaan ervoor zorgen dat eigenlijk alle kinderen op scholen vanaf 2019 allemaal tech skills in hun curricula krijgen in onze regio. En we gaan ervoor zorgen dat we samen met bedrijven veel meer eigenlijk gaan samenwerken in constellaties waar je bedrijf hun onderzoekopdrachten kunnen neerleggen en studenten en docenten daarmee gaan werken. Ja. En eigenlijk is de BIC daar een heel mooi voorbeeld van waar daar aan gewerkt gaat worden. Nou, snap ik wel natuurlijk dat die tech- en IT-mensen gewoon keihard nodig zijn en dat mensen daarop moeten bijscholen. Maar hebben mensen nog iets te zeggen als jullie zeggen dat je het gaat verdubbelen? Hoe krijg je die mensen moeten wel leuk vinden om daarmee te werken, toch? Nou, weet je, het mooie is, hè, en dat zag je net ook al een beetje in het filmpje, iedereen vindt techniek eigenlijk wel fascinerend. Dus het gaat niet om of je het wel of niet leuk vindt, maar eigenlijk of je de durf hebt om eraan te gaan beginnen. Ah. En ik ben ervan overtuigd, het is ook niet allemaal alleen maar hardcore techniek. Eigenlijk, iedere opleiding die je doet, zit een enorme dosis techniek in. Ja. En waar het mij om gaat, is hoe hebben we het weer over het enthousiasme voor techniek. En daar is de Dutch Technology Week een fantastisch middel voor om dat te ervaren. Nou ja, en je ziet zelfs dat de Albert Heijn al plaatjes begint uit te delen waarin kinderen aangespoord worden om meer met techniek te gaan doen. Ja. Maar bij jullie stond de deur ook open. Even kijken. We zijn hier in het 3D-printlab van de Fontys. Hier komen studenten om dingen te printen die te maken hebben met de projecten die wij hier doen op school. En ook komen hier een aantal bedrijven waar wij mee samenwerken, ook om onderzoek te doen en samen te werken met de Fontys. Dit is het lectoraat Mechatronica en Robotica. Wat we hier doen is eigenlijk toegepast onderzoek op het gebied van robotica en het gebied van smart industrie. En we willen met name kijken naar hoe we slimme technieken van robotica kunnen integreren in de normale bedrijfsprocessen in de industrie. Het gaat niet alleen maar om de techniek. Naast techniek ook creativiteit wordt heel veel aandacht aan besteed. Ik heb hier een voorbeeld van een brace voor als je bijvoorbeeld je arm gebroken hebt. Er wordt dus techniek van 3D-printen wordt ook ingezet om door middel van een creatieve manier oplossingen te verzinnen voor bestaande problemen. Nou, vroeger zagen wij binnen onze opleiding tot de namen binnen ons eigen kader gingen nadenken en dan een mogelijke oplossing gingen maken. Maar nu proberen we steeds meer naar de directe praktijk te vertalen. Op deze dag zien we het bedrijfsleven hier graag langskomen en we proberen eigenlijk de koppeling te vinden tussen hun vraagstukken en onze manier van oplossen.
Ja, hartstikke mooi. Daar moet het natuurlijk ook naartoe. Maar wat ga je nou met mensen doen die eigenlijk nu mee moeten veranderen om die toekomst straks aan te kunnen? Nou, je hebt eigenlijk, hè, kinderen op school heb ik al verteld. Onze studenten krijgen dit allemaal mee. Maar ja, een hele belangrijke groep is eigenlijk iedereen die nu al werkt. Precies. En daarvoor zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. A, om bijvoorbeeld een Dutch Technology Week je enthousiast te laten maken. Maar gewoon ook te kijken wat er aan mogelijkheden zijn. Dus Fontys heeft een heel scala, ook op de website al staan, aan gratis kleine colleges, zeg maar, over 3D-printing, robotica, Internet of Things. Ja. En ik adviseer eigenlijk iedereen om daar gewoon eens naar te gaan kijken, je enthousiast te laten worden. En dan kan je altijd zien of je daar weer op welke manier extra opleiding in zou willen doen. En die hebben wij binnen Fontys in een breed scala. Maar dan heb je aan de andere kant natuurlijk ook de mensen die de mensen moeten gaan leren. Hoe stoom je die leraren nou klaar hiervoor? Nou, kijk, Fontys is de grootste leraaropleider van heel Brabant en Limburg. En dus 80% van alle leraren hier op de basisscholen en in het VO komen vanuit een Fontys-achtergrond. Mm-hmm. En in die curricula, dus in de lesprogramma, zit al een behoorlijke dosis techniek en ondernemerschap, creativiteit. En dat is volgens mij waar de toekomst naartoe gaat. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Graag gedaan.